Ik ben Gert van Weijenberg, beeldend kunstenaar, schilder. Dat is altijd al mijn passie geweest. Ik weet dus ook niet wanneer ik daarmee begonnen ben. Officieel naar school gaan, naar kunstschool, dat is iets van jongvolwassen. Maar als kindje al speelde ik met confituur en met mijn patatjes om een schilderij te maken. Ja, ik schilder omdat ik moet schilderen. Dat is geen keuze. Je bent daar ergens mee geboren. En dus moet je dat ook brengen. En ik kan soms denken, waar dient dat voor? Of waar leidt dat toe? Maar ook dan, ja, we worden toch terug getrokken naar de verf, naar het atelier, naar het doek. En moet je ei leggen, moet je ding doen. En dat is eigenlijk zalig.